Hallo, ondertussen zijn we aangekomen in de zesde video van deze YouTube-serie, waarin ik met jou het heb over bewustwordingsproces en over ascensie. En in deze video gaan we het hebben over misschien wel een van de belangrijkste fasen in het bewustwordingsproces. En dat is de vijfde fase. Healing en verzoening met het zelf. Nu, de laatste jaren werd de universele goddelijke vrouwelijke energie eigenlijk weer in ere hersteld. Ondanks het feit dat er nog veel mensen vastzitten in de vervormde mannelijke en de vervormde vrouwelijke energieën. En dit is ongeacht het geslacht, want tenslotte bezitten we allen de beide energieën. Dus wat ga je zien, de komende jaren zullen meer en meer mensen leren om deze energieën in zichzelf te balanceren via healing. Terwijl dat ze inderdaad op dat pad van bewustwording lopen. En op die manier gaan we ook die polariteit balanceren door de mannelijke energie uit het systeem te halen en meer die vrouwelijke energie te omarmen. Het is niet zo dat we de mannelijke energie niet meer gaan gebruiken, want die hebben we zeker nog nodig, maar in oorsprong ontstaat veel meer vanuit die vrouwelijke energie, waar we eigenlijk tot nu, of zelfs voor veel mensen nog, enkel maar alleen maar uit die mannelijke energie gaan functioneren en leven. Dus er komt veel meer een evenwichtige uitwisseling tussen beide energieën. Net door die beide energieën te zien als evenwaardig, waardoor de bestaande blauwdrukken rond deze energieën worden veranderd. En naarmate we meer en meer het eenheidsbewustzijn gaan verankeren in onszelf, gaan we natuurlijk ook die dualiteiten balanceren. Want in alles zit een positieve en een negatieve pool. Zelfs in liefde kan je deze positieve en negatieve pool ervaren. Denk maar aan afhankelijkheid, verlatingsangst en alle voorwaarden die gekoppeld zijn aan liefde komen voort uit oude ideeën, uit verwachtingen, uit trauma's. Maar ware onvoorwaardelijke liefde kent dit niet. Deze vorm van liefde is dan ook verbonden aan de eenheid en aan dat eenheidsbewustzijn. Nu, onvoorwaardelijke liefde is groeien naar dat eenheidsbewustzijn. Is jezelf uitlenen met de liefde van het universum. Dus je hoeft zelfs om onvoorwaardelijke liefde te ervaren, niet iemand anders te hebben die de liefde naar jou spiegelt, of die de liefde in jouzelf, naar jouzelf geeft. Nee, de liefde is er. En wist je dat liefde eigenlijk ook een geheime lichttaal is? Maar kijk wel wat het mogelijk is wanneer je leeft vanuit deze hoogtrillende energie. Dus kies altijd voor liefde en niet voor angst. Ten slotte, je ware aard is liefde en eenheidsbewustzijn, maar we zijn dat vergeten. En de weg die we mogen gaan, is de weg terug naar liefde, terug naar het zelf. We zijn vergeten wie dat we zijn en net daarom stappen we in het donker om onszelf terug te vinden. En hoe ben je eraan? Wel, eerst en belangrijk om te kiezen, is belangrijk om te kiezen welk leven dat je wenst. Wens je een zwaar leven of wens je een lichter leven? Wil je vrijbreken uit de matrix van de 3D-wereld en dus uit het systeem? En wil je eigenlijk de kettingen van je eigen beperkingen verbreken? Wel, dan is het belangrijk om te focussen op het nu. Werk door jouw angsten heen, zodanig dat je de illusies achter je kan laten. Zodanig dat je bewust wordt van de illusies. En wees eerlijk met jezelf en vraag je af wat je ware emotionele vervulling brengt. Als je alles zou kunnen veranderen in je leven, hoe zou je leven er dan uitzien? En leg daar ook geen beperkingen op. Wees vrij, wees onbeperkt. En overdenk niet wat je niet kan veranderen. Maar focus op de dingen waar je wel controle over hebt. Namelijk hoe je je voelt, wat je denkt en welke stappen je kunt zetten. Werk aan je eigen stukken en transformeer de blokkades in je emotionele en mentale lichaam. Zodanig dat je nog meer in je kracht gaat gaan staan. Laat alle verwachtingen los en ga mee in de natuurlijke flow van het leven. En laat het leven en het universum jou tonen wat dat de volgende stap is, wat dat belangrijk is. Want nu is het moment om jezelf te healen. Probeer in controle te houden over jouw leven, over hoe dat de dingen lopen, over hoe dat dingen gaan, is tegenovergesteld van vertrouwen. Dus vertrouw en geef je over aan het grotere plan. En dan berust je in het niet weten, en aanvaard je dat je slechts één stap per keer moet weten. Altijd maar de eerstvolgende te nemen stap is nodig dat je die bewust bent. Dat je weet wat dat die is. Dus neem vandaag even de tijd om stil te zijn.
Om te mediteren, schrijf je gevoelens en gedachten neer na je meditatie. En doe vervolgens wat dat goed voelt voor jou. Visualiseer hoe dat jouw dag wil gaan vormgeven, wat dat wil ervaren in jouw dag. En zorg er vooral voor dat je vertraagt en dat je jouw gevoelens gaat gaan begrijpen. In plaats van je te laten overmeesteren en overweldigen door jouw emoties. Leer hoe dat je meester wordt over je gedachten en bekijk de wereld op een andere manier. Probeer los te komen van het referentiekader en de ervaring die je al hebt. En besef dat er zoveel meer mogelijkheden zijn dan dat jij nu op dit moment kan bedenken. En dat is hoe dat jij dichter komt bij jezelf. Alles wat als opkomt, naar boven komt, als een blokkade of als een pijn, dat is er enkel en alleen maar om jou te tonen waar dat er nog onzuiverheden in je systeem zijn, waar dat je die hebt opgeslagen en op welke manieren en in welke patronen dat er zich toont in jouw leven. En dat daar zit jouw kracht, door inderdaad liefde te geven aan jezelf en in te tunen op het zelf te luisteren en jezelf te healen, ga je een leven creëren dat veel meer afgestemd is op wie dat jij wilt zijn en wie dat je eigenlijk diep van binnen bent. Morgen vertel ik je meer over het leren uitoefenen van zelfliefde. Tot dan!